Neil, de Stadsbader en Kenny B, liefst voor later. Zomerhit moet het worden. Ja, het belooft wel wat, het belooft wel wat, het belooft wel wat. Deze Kenny B, die timmert hard aan de weg hoor. En wat hij doet, nou, dat klinkt allemaal wel hartstikke goed. Het is zomers in Nederland, het is zomers in Europa, in Amsterdam in ieder geval. Suriname is het ook zomers. Ik heb begrepen dat het daar een beetje regent. En we hebben u beloofd dat wij vandaag ons uiterste best zouden doen om te praten met in ieder geval een belangrijke persoon. In Suriname. En we kijken als we dus de verbinding tot stand kunnen brengen met Suriname. En als het gelukt is om de verbinding tot stand te brengen met Suriname, dan laten wij deze belangrijke persoon aan het woord. U moet weten dat Suriname natuurlijk bestaat uit tribale volkeren. En de tribale Suriname is heel groot. De echte, eigenlijke Suriname, zonder politieke listen en streken, is 6 keer zo groot als Nederland. En daar wonen een handjevol mensen op dat grondgebied, op Suriname, op dat Surinaams grondgebied. Nou, Suriname is rijk aan grondstoffen, aan delfstoffen. Suriname heeft goud, hout, olie, water en alle andere zaken die daarmee te maken hebben. Niet te vergeten heeft Suriname de wereld verzorgd 130 jaar lang met bauxiet en al de andere dingen waar de bauxietdelvers, zoals Bulyton en Sirolco, nooit voor betaald hebben. Ze hebben een habbekrats betaald voor het bauxiet, maar niet voor de andere dingen die ze stilletjes stiekem meenamen. De tribale volkeren die houden de traditie van Suriname in stand. En met de traditie bedoelen wij daarmee te zeggen dat de hiërarchie in ordehandhaving, in gezagvoering wordt in stand gehouden middels de hiërarchie gramang. Nee, ik moet het goed zeggen. Het beste is om een deskundige aan het woord te laten. Wij hebben vandaag de eer om uit te nodigen het groot opperhoofd der Saramakaners, namelijk de heer Albert. Meneer Wasane Fomidja, Adjerstaki Wasan Mikmi Karaningmana Masra Albert Aboikoni. En als het goed is, hebben we hem onder de knop. We gaan kijken als de verbinding is tot stand gekomen. Meneer Aboikoni, even harte goede avond in Nederland, goedemiddag in Suriname. Hoort u mij? Jawel, ik hoor u heel goed. Goedemiddag, meneer Pengel. Dank u vanuit wel. Suriname, Ja. vanuit Atidokopo, in het boven Suriname gebied, het Saramakkaans gebied. Mooi. Maar ook goedenavond in Nederland. En niet alleen. Alle luisteraars in Ja. totaal Suriname. Dank u. Overal waar uw medium te horen is. Mooi, geweldig. Ja. Gamang, u heeft een. Behalve dat uw aanspreektitel Gamang is, hebt u ook een andere hele mooie aanspreektitel. En dat is namelijk Kondemassa. Jawel, dat is, dat klopt. Dat is zo prachtig, Conde Ja. Massa. Zeg, hoe gaat het met u, Gramang Aboikoni? Nou, persoonlijk gaat het goed. We proberen om het beste van te maken. Ja. Dan is de volgende vraag, want u zegt persoonlijk, goed, prima. Maar hoe gaat het met het land, dat fantastisch mooi land waar wij allen ons hart aan hebben verpand? Dat land dat onze voorouders met noeste arbeid, met zweet en bloed en tranen voor betaald hebben. Hoe gaat het met dat land Suriname? Om eerlijk te zijn,
het gaat niet zo zoals wij dat graag zouden willen hebben. Ja. Het zou heel veel beter moeten kunnen. Ja. Maar... En daarmee bedoel ik dat met de bevolking gaat het helemaal niet goed. Nee, nee. Ja. De bevolking leidt onder een bepaalde omstandigheid. Waar gaat het niet goed? Gramang, Aboy, Koniangala, Sakafasanga, Respeti. Waar gaat het niet goed? Zou u kunnen opnoemen daar waar het beter kan, waar het niet goed gaat? Nou, in feite had ik me niet zo echt voorbereid op deze vraag. Okay, maar als mens, laat me toch even proberen om een beetje van te vertellen. Mooi. Kijk, als persoon, als inwoner van een land, dan ben je dus afhankelijk van alles wat in het land gebeurt. Zo. En met alles bedoel ik al je eerste basisbehoeften en ook alle andere menselijke behoeften die bevredigd dient te worden. Also. Zou je dus moeten kunnen bevredigen in het land waar je woont. Zo, ja. Maar we beginnen eerst met de eerste levensbehoeften. Dat is dus goed drinkwater, goede voeding, goede huisvesting. Ja. En mogelijkheden om tot ontplooiing te komen. Ja. Dus zodra de eerste al moeilijk gaat, dan is het heel moeilijk om die andere in goede plaats te hebben. Dus de situatie in het land is zo precair dat 95% van de bevolking die vraagt zich af, maar hoe moet ik rondkomen? Hoe ga ik eten kopen voor mijn kinderen? En hoe moet ik bus betalen om aan het werk te gaan? Waar vind ik busgeld voor mijn kinderen? Dus zoveel basisbehoeften. Behoeften zijn dus voor de normale Surinamers onmogelijk geworden. En daarom zeggen we dat het niet gaat. Nee. Want dat zou niet zo moeten zijn. Dat is een heel eerlijk antwoord van u, Gramang. Ik had trouwens ook niet anders verwacht. Maar Gramang Aboykoni, laten we de actualiteiten eventjes onder de loep nemen. Want Tisa kou horning ane une hor kawa tere. We hor kawa tutu. Bika evi ora kaune tere sanomitiu. Ala sort san doti o fada etapu. O pupa etapa ka plasha etapa ka skopio ka srepio. Ma evi ore nen tu. Dan ikan domineren. Gramang, dat gebied, u heeft het net zo mooi opgenoemd waar u woont. U bent, zoals ik eerder in de aankondiging heb aangegeven, groot opperhoofd van de Saramakaners. En dat gebied waar u woont, is dat gebied ook momenteel, en ik zal het woordje slachtoffer gebruiken in dit geval, van cyanidevergiftiging, ongebluste kalk en overstromingen. Allemaal zaken die eigenlijk desastreus vernietigend kunnen zijn voor mens, dier en planten. Is uw gebied ook, leidt uw gebied daar ook onder, uw woongebied? Ja, natuurlijk. Kijk, het gebied waarover mijn jurisdictie valt, ligt ook in het Brokopondo-gebied. In het gebied rond het Stuwmeer daar tot beneden het Stuwmeer. Dat is allemaal Saramakaans grondgebied. Ja. Hier aan de bovenloop van de Suriname rivier hebben wij geen last van gouddelvers. Gelukkig nog niet. We hopen niet dat het een keertje zo gaat zijn. Maar de goud... Zelf activiteiten die concentreert zich rond het Brokopondo gebied, het Stuwmeer en ietsje beneden het Stuwmeer. Mm-hmm. Ja, dus daar zit het probleem. Ja, ja. Ja. Maar Stuwmeer is niet een klein probleem. Want wee er iets met onze Stuwmeer gebeurt, dan dat zijn de gevolgen niet te overzien, Grama Aboykoni. Dat is zo. In feite...
moeten we zeggen dat door het stuwdam is het stuwmeer dus ontstaan. Oh ja, stuwdam bedoel ik als er iets met onze stuwdam gebeurt. Dank u wel. Ja, 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 ja. Maar het water, watermassa dat zich daar heeft opgehoopt, die kan door onzorgvuldigheid met giftige chemicaliën zodanig verontreinigd raken dat er geen leven meer in het stuwmeer mogelijk gaat zijn. Ja. En hoe ver... U moet zich voorstellen een heel grote voorkomen van water als het verontreinigd raakt. Dan kan je voorstellen dat het gehele loop van het gecontamineerde water gaat ook aangetast worden richting benedenwater. Dus het wordt een grote ramp. Het wordt een grote ramp. Het is niet iets waar wij heel lichtzinnig over moeten zijn. Het is iets waar de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de import van giftige stoffen, import van chemicaliën, heel serieus mee moet omgaan. Ja. Chemicaliën mogen niet in ieder zijn hand terechtkomen. Juist. En het zijn de goudwinners die daar... is het bekend, Grandma Aboikoni, in wiens handen, welk bedrijf, welke personen dat vergif is terechtgekomen en wie dat vergif daar een beetje loopt te verspreiden? Is het u bekend? U bent per slot van rekening de autoriteit daar. Weet u meer? Wat weet u ervan? Eerlijk gezegd, het is mij niet bekend. Ik weet wel dat de Surinaamse autoriteiten die weten het wel. Dat weet ik 100%. Suriname is niet zo achterlijk dat men niet kan weten wie die chemicaliën geïmporteerd heeft. Dat geloof ik niet. Maar die informatie heb ik dus niet gehad. Ik heb ook niet ernaar gevraagd, maar ik weet dat ze het wel weten. Ja, oké. Okay. Ja. Nu bent u natuurlijk het traditioneel gezag. Dat is niet niks, hè? Met alle egaar en respect, Grandma Aboikoni. Hoe is het contact tussen u en het centraal gezag in Paramaribo, met de centrale overheid? Nou, kijk, het normale contact zoals wij dat gekend hebben tussen een groot opperhoofd en het centraal gezag, die was altijd één van respect naar elkaar toe. Ja. Als het centraal gezag het nodig acht om het traditioneel gezag te informeren over een onderwerp wat hun aan zou gaan, natuurlijk zou dat moeten, dan moet dat gedaan worden. Dat was dus de afspraak geweest. Maar elke regering die komt met veranderende gezichtspunten. En dat maakt dat informatiestroom naar het traditioneel gezag toe verhoogd kan worden of verminderd kan worden. Oké. Okay. Meestal is het zo dat jij als graman die helemaal in het binnenland zit, geen deel neemt in het actieve politiek. Nee. Dus als iets niet in de krant komt, dan ga je dat niet weten. Hmm.
Want je zit niet in lijn met de uitvoerende macht. Dus als ze willen, dan laat, je, dan laat men jou ook meedenken in het bestuurlijke proces. Als men vindt dat je men heeft je advies nodig, dan kan men je vragen. Maar anders dan kan je hier blijven en alles wordt dan in Paramaribo gedaan zoals ze dat willen. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, vroeger was het toch wel anders, Gramang Aboikoni? Vroeger was het anders en in feite zijn de regels niet veranderd. Maar? Kijk, het traditioneel gezag, we noemen het traditioneel gezag. Men heeft het de naam traditioneel gezag gegeven. Gegeven, ja. Maar, jawel, jawel. En wij als Saramakaners, wij spreken Saramakaans en we hebben de behoefte niet om, om onze bestuurssysteem om te gaan kijken, maar wat houdt traditioneel gezag in? Want wij weten wat we zijn. Ja, ja. Ja, ja. Voor ons, we weten wat het betekent voor de Saramakaners. Ja. Maar ook voor andere Maron-groepen. De functie van hun bestuur. Wij weten wat de functie van onze bestuur is. En het is geen traditioneel gezag. Het is een bestuurlijke vorm. Het is een vorm van bestuur wat niet overeenkomt met de westerse bestuur. Maar dat betekent niet dat het onderdoet aan de westerse bestuursvormen. Mooi. Ja, het is een bestuursvorm dat bewezen is goed te zijn. Want het heeft gefunctioneerd vanaf de tijd dat wij onze voorouders vrede hebben gesloten met de koloniale overheerser. Tot nu toe en onze leefgemeenschappen zijn niet kapot gegaan door onze eigen bestuurssysteem. Ja, ja. Ja. Goed dat u dat zegt, Gramang. Dan moet ik u vragen, dat bestuurssysteem van de Saramakaners, is dat hetzelfde bestuurssysteem van de Aucaners? En ik heb een reden voor die vraag, maar ik wacht het antwoord af. Het is hetzelfde bestuurssysteem, natuurlijk met enkele verschillen. Maar ze komen allemaal overeen, want het zijn bestuurssystemen wat wij nagebootst hebben van het land van herkomst. Aha. Ja, en al die tribale bevolking komen uit Afrika. Zo is dat. Ja, en we hebben op die manier zelfde bestuurssystemen, laten we zeggen, ontwikkeld in de loop der jaren. Oké. Okay. Nu is het zo dat de tweede man in het land is een Aucaner. Het is een moment van geschiedenis en reflectie en ga zo maar door. Is een Aucaner, Ronnie Brunswijk. De minister van Justitie is een Aucaner. De voorzitter van de Nationale Assemblée is een Aucaner. Er zijn genoeg advocaten in Suriname vanuit de Aucaanse gemeenschap, enzovoorts, enzovoorts. Wat is het probleem dat de communicatie niet op een adequate manier plaatsvindt tussen het stadsbestuur en het zogenaamde traditioneel gezag, traditioneel bestuur. Sara probleem, Gramang Aboikoni en alle respect. Nou, ik zou die vraag in het algemeen kunnen beantwoorden, maar kijk, ik zit dus niet in de positie. In de positie, want minusafsa is dan raden man, ik ben daar geen zo. Dus minokan die antwoord helemaal naar vraag. Maar Sami Sabi, dat na
een huidige bestuursvorm van Abina Foto, dat na een bestuur van Etiri, een heel big kondre. Maar een bestuur, no de een bestuur van Ekomopofu, de smaak van Elibi, in a kondre, in Srana kondre. Ano sade. A bestuur, de een bestuur van San set pot drape, dat de smaak van Elibi in Srana kondre, na de moest lukken van den, moest ma pas den schrijf aan, na afasie van a bestuur, wani tira kondre. Ja, ja. Make me for duidelijk. Ja. Nanga voorbeeld. Ja. Pe je go buy one su. Ja. Da je buy one su sa e pas na you futu. Azo. Oké. Okay. Dus a bestuur fu sa na kondre, no seti lek fa you e go buy one su, tak a su disi pas na mi futu. Na yum go proberi fu quince you futu fu a pas ini asu. Ano, a sui tori. Zeker niet. Zeker niet. Mooi. En afasifa abostuur seti fu srana kondre. Ja. Ade wan afgeleide fu atiri fu den wit man san betiri akondre. Atro. Oké. En afasifa de bentira akondre. Motek abofokens groep. Blakasma, want mina blakasma en ik kan taki van me viri. Mooi zo. Minozap fadentra, rasosan de insrana en hier dati. Mooi zo. So. Oké. Okay. Da, temis don, na asi don opo lek wan tirman, lek graman. Ja. Yeah. Ma ook lek wan libisman, lek wan manengre. Ja. Yeah. Sa ab wan vrouw, nangap ting, yeah. Nangap gram ting. Ma ook tu sa e prakser taki, mino libi, voor eeuwig tapa grond tapu disi. Da je kiso an praxer taki mamikado, termino de moro. Sa o de alot, fu mi gram ki nanga de kisan de omeki. Sa o de alot, sa o de, sa alibi o de giden. Yeah. En op basis fu san yu esiti de, yeah. Yu kamek wan fors palen taki de no, o abi wan bulibi e fa goso doro. Ja, oké. Okay. Je begrijpt toch? Ik begrijp je. Heer boem, okay. Graman. Ja. Mooi zo. Dan maak ik me door even. Ja, graman. Zo. Da. Mina wan persoonlijkheid. Mina wan sma. Ja. Maar. Alla blakka sma abi apraxet disi. Ano min wan abeng. Ano min wan abeng. Da ef alla blakka sma in sranang. Sa moro furu, moro alatrasman gezamenlijk. Abuan prakseri pe yeshitaki blakasmasani no set boom. Da fa you can for termi taki atiri fa kondre na wan boom tiri. Mi fasta. Atiri ne understand. I think atiri ne understand of another one we're speaking for a big ideology for black asma and there's now asma no more a problem no alasma let black asma bo a problem na atiri na kondre. But another word, the didn't say atiri. Yeah. That the no certain fu suma mus fear boom. Yeah. The certain tak assistem mus ma oroko so ma fasi then atrobi if au bugi den sman sa elimina kondre. Ja, ma bungi den. A bungi den sman san seten. Okay. En a seti san be seten omen hondro yarik ba, nang a sem set dati we go doro ete. Ja. Graman, wantu aksi koni se, ma wantu yeah. Sma da oso de archi de beji primisi yang a pardon ef de kan nak konkru teka unu jaso fukan aksi graban ook to want to aksi michis want to di mabi flesboom want de smati de notion de crisis on tron so danak dat so lesim lesboom fi tak boom sa de bedoel mai vi di pramisi da usa opa konkrute a telefon fu nu ja so de
En if you pra mi sa ngala respecti fu desma dida oso kan wins 2 F3 sa abiwa aksi fu de kan aksi a aksi ma im di pra mi si fosi. Ma fosu doro ya? Denka aksi. Ya, denka aksi. Grand tani graman. Lieve luisteraars, u hoort het. Het groot opperhoofd der Saramakaners in Suriname, Gramang Albert Aboikoni, geeft toestemming. U kunt bellen met Maart Radio 471-4291 en u kunt uw vragen stellen. En als u vanuit het buitenland belt, dan is het telefoonnummer +31 20 471-4291. Mijn sidekick, de heer Isaias, is ondertussen aangekomen hier in de studio. En ik heb een heleboel vragen van u opgestuurd gekregen. Men vraagt zich af, Gramang bijvoorbeeld, of er sancties zullen volgen. Want er zijn heel veel is er te doen over die cyanidevergiftiging. De vernietiging van de bossen in Suriname, althans houtkap. Het doodschieten van inheemse jongeren in Suriname. Veel te doen. Men vraagt zich af of er sancties zullen volgen vanuit de internationale organisaties richting Surinaamse overheid na de vele brieven die zijn gestuurd naar deze organisaties. Weet u daar iets van? Kunt u daar iets over zeggen, Gramang? Eerlijkheidshalve, ik kan geen zinnig antwoord hierop geven. Oké. Okay. Omdat ik geen informatie heb of er sancties zullen komen. Mooi. Maar, kijk, dit zijn dus die dingen waarom ik dus zeg dat het atiri voor Sranakondre no meki guidance massa elibi in Sranakondre. Natuurlijk, a meki guidance voor de moest respecteren, maar no meki guidance taki atiri moest meki densma grogomoro na grotere hoogte. Dat na a statement sami emeki. Oké. Okay. Mo giwant ki verduidelijking. Ja. Yeah. Look, in Sranakondre, a mogelijkheid de taki via politiek, via stemming, you egos don drape futira kondre. Maar het is dan eenmaal kaba dat je kan bepalen. Een concreet voorbeeld, je mag bepalen hoe many trakondres man mag in je kondre en je bepaalt dat je giden nationaliteit voor den schrijven kan stemmen. Stel dat je 1 miljoen man elibi in Sranang. Dat is een teki 2 miljoen man kon in Sranang. Dat komt 3 miljoen. Ja. Dat de afverkiezing bari. Dat sana sa op de aangewekt voor de werkelijk sma san bij Libina grond dot die disi fosi. Sa op de aandeel voor den. In afverkiezing. En sa op de aandeel voor den 2 miljoen sa itakon. Sotwa moro ipi. Ja. Duidelijk. De sa itakon. Oké. Ja. Mooi zo. Mooi zo, heel goed. En drape je is Johan Sanisa no bunkaba. Maar dat ik kan actie tak maar fa abe moest de. Ja. Ano tranga toch. If negisma elibi inwa presi. E alamala abi eva gelegen inbreng. Dat alles maar moest abi 3-3-3. Ja. Zo. Dat voor je tek trans matako in zee, dan je moest consolideren a hoeveelheid zang alles maar abi. Met andere woorden, mi deel sami abi a 3, nanga den trawan alles maar 3-3-3, zang wie abi le groep, nomak leid eronder, amus tang Abus abi asem warde. Yeah. Dus we zien wan teki omen miljard ma tako in akondre. Mi 30% of 33,33% mustang.
Ja. Anomak kenki. Ja. Want zolang a kenki betekent dat je alle moment san a oloisi e waka mi kan lasi mi historische recht san mi beseni vanwege a feit dat mi biggest man den bakra san occuper sranang. Mm-hmm. Ben go teki mi biggest man puru na Afrika ongewild de nobe sen kaden ta konte kunu cha gasrana. Dat de chaden kon koti strafu omen ondo yari sondro money, sondro koposensi. Den woroko bou sranang komit wan bepaalde nifou. Ja. Yeah. Da den schaf aslavernij af. Mm-hmm. So, baka di den schaf aslavernij af. Den suman sambe libi in den pranasi. Den woroko menondro yari soso ete. Dus you free, maar toch you must woroko fusoso. Volgens miti yari. Baka dati den woroko den pai fu den presi pe de libi no. Alamala pai fu den pranasi. Dus den pai den man sambe feni agrondoti fusoso den pai den erbei. Dat baka de jou begins ma pai voor apresi. Ja. Yeah. Dat we libi komiti de. Dat a start bestel voor stranan taki. Ala grond af stranan. Dus jou begins ma sam ben pai. No am no timoro. Hmm. A konte voor ala a start. Ja, yeah, ja. Yeah. En suman a start. Dus ma sam wini afor kiezen na den. Ego tek prati na den instituto. Voor een staat. En na deze man dat hij op bepaal, zijn moest op zijn naga, je grond dat hij, zijn je biggest man bij pijkba. Ja, ja, duidelijke uitleg. Ja. Ja, ja, duidelijke uitleg, Gramang. Want toen Trasan heb ze ook toe, Atori Fusisa Asavini, roep desma op ik ba, desma san de faya voor bel, het is want toe telefoon zo net minus a pago fout, maar het is desma in een uitzending, een gesprek broko was wat fasi. Dus wij roep desma op die one bel, even feni, taki iwa actie Gramang was san, die Gramang die toestemming ba, die kan naka concrete teken, ja, zo 471-4299. Eén, dat ik stel die vragen aan Gramang, Aboy Koni, groot opperhoofd der Saramakaners in Suriname. Iemand vraagt, Gramang, zou het niet handig zijn om het Surinaams volk kennis te laten maken met de inhoud van de traktaten? Is het kabinet van de Gramang hiermee bezig? Al is het via social media of publicaties in de dagbladen. Dus Gramang, de vraag aan u is dus, zou het niet handig zijn om het volk kennis te laten maken met de traktaten? En bent u daarmee bezig of niet? Laten we zeggen, we zijn er niet mee bezig zoals zij dat voorgesteld heeft. Maar het is een heel goede voorstel om werk van te maken, omdat we noemen het traktaten, maar het zijn vredesverdragen wat ja, toen gesloten werd tussen de koloniale overheerser en de vrijheidsstrijder die in feite de koloniale overheerser toen op hun knieën hebben gekregen. Ja. En onder die vrijheidsstrijders, vooral de Samakanen waren aan het voerden, zeg maar, die strijd echt. Hè? Zij waren voorop in de strijd. Jawel, in feite, om de geschiedenis niet geweld aan te doen, toen waren het niet ex-Salamakaners of Okaners, het waren allemaal vrijheidsstrijders, het waren slaven die de slavernij hadden kunnen ontvluchten. Ja. En natuurlijk, de eersten die dat succesvol hebben gedaan, die zijn nu degene die wij Salamakaners noemen. Oké, okay. Ja, ja. Maar ze hebben gezamenlijk gevochten. Mm-hmm. Gezamenlijk hebben ze gevochten. En dat is zo van eminent belang om nu in feite onder ogen te zien
de belangrijkheid van het gezamenlijk ten strijde gaan, niet met geweer of noem maar op, maar ten strijde gaan van om datgene wat wij verloren hebben, weer te kunnen herwinnen. Ja. Het is niet oproepen tegen de staat of tegen... Nee. Het gaat erom dat Afro-Surinamers, Blakasma in Sranang, moesten wiki de namus tribimoro. Maar overal waar ze zijn, moeten ze wakker worden. En ze moeten proberen om de mentaliteit van ik zit al goed, waarom moet ik me nog druk maken? De moet sporen aan denk je dat hij naar de ED. En of zo zo den bigis maar voor wie korte omeni 100 jaar katibo. De pinanga alla brudu san fadon in srana doti. Zo. Woroko fu soso bou sranang. Tena no blakas ma no ma feni no ma enkri ko prosensi. Aso so woroko san den bigis ma den ben woroko. Ma ook tu in sranang. Ja. Yeah. Pei no bo for wakti taki. Abe kap san so nanga den ook to in sranang srefi. Den sref no sabi san de mus du fu de kasen den reti. So. Den no sabi san de mus du fu den kasen den reti. On dat akondre, a wet fu akondre, e taki you no abi no wa enkri reti. Ma fa you no, fami no ka abi reti. Asma sambe chami konja, komek mi koti strafu. Dat mi fom asma dati da asma teken wan papira gimmi reti. Dat suman asma sambe ap frantwoord to schuldig fuko aksi taki mi ka gebruik aritif mi. Ja. En asandis ko utake mbun ko karaptine eneng na akron konversitorisa e pleinono de insranang na date dangra, e dangra sranang, e dangra gramang aboikoni oktu. Agronde rechten. Ano agronde rechten is dangerami. Sa is dangerami dat na blaka buba nengre, ongeacht soort nengre jude, efi de foto nengre, efi de bus nengre, ma asol leki, wansani, san nobun, gotek presi ini, blakas ma tonton, fu de noma denki, wan fasi san de bungi den slefi. Abortu nengre u fetanga jaso te utaki we kraben puru nei nu tonton we kraben puru ni nu buku we taki blakasma gramang anga ala respecti ma watusma den a konkrute di wani kon nomo nomo nini wo chaden kon lek den kon Maart Radio, goedenavond. Dit is Maart Radio Internationaal. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, Spenger. Hoort u mij? Ik hoor u luid en duidelijk. Jennifer, Vreedzaam. Mevrouw Vreedzaam, goedenavond. Wees welkom. Ja, grandma. Fassi. Goedendag, mevrouw Vreedzaam. Fijgo. Mide. Ik heb mijn moeder gebeld voor die ondersteuning. Voor inderdaad Sagraman Taki over Saipsandoendo naar Sranang. Met betrekking tot de machtsvertoon van deze regering. En mijn ondersteuning, Graman, naar alle respectie. Zou je zien dat inderdaad aan respectie nog de. En Sagramantaki, dat is centraal gezag, inderdaad, Teweluku, van Atiri van Akondre Ede, dat is een denk ik een koloniale periode voor de wetman. En dat zien we weer. En het respect naar het traditioneel gezag, de afspraken die er zijn vanaf honderden jaren. En ook, ik weet niet hoe je het even zegt in het Nederlands, maar de engagementstrategie van de overheid naar het binnenland toe. Dus de manier hoe ze zich opstellen.
En motegi tak sesa a en kandi grama no wan taking heis een beetje diplomatisch. Ja. Maar mi wan taking wel. Tak a regering DC en na wan chinso politiek. Dat hij een macht vertoont voor de regering die zich nu kan gozodoro. Omdat het schaadt de vrijheid en de gelijkheid van, en de rechten voor de ingenaden, tribale volken. En samen zie ik dat ik opzet. Want als een Maron minister is doen dat we op een VP en een VP zijn de Maron. En Anna respecteert die a traditioneel gezag, terwijl Asaf duidelijk moeilijk van Gramantaki. A traditioneel systeem de regels de, ze zijn niet, nog niet beschreven, maar de regels de, dat je want te geven dat de massa is don dat pe in de regering. De no sap van amus de no sap de regels, terwijl de refi na buskondripchen. Dat was aan de boente, dat want dat je na opzet je doet aan San DC. En het is met opzet, niet dat je na opzet, want ze doen dat ook met de inheemse. Mi betakking bana DNA, a respecti no DNA a traditioneel gesa. Het is eenzijdig naar die samenleving toe. En de gebruik aan macht die dat die voor boigi a leti. Voor boigi a leti voor de inheemse na ngay marons. Voor boigi wetgeving na ngay de vonnissen sa de. Asama ka vonnissen, de vorige grama Belfon, Misabi, abedena foto. Maar ik doe alle moeite voor als afvonders disco naar internationale gerechtshof. Dus alle de beperkingen die ze aan macht vertoont voor de regering, ik doe alles aan niet, zodat het volk, eigenlijk, ik kan het ook heersen aan het volk, en we zien het ook nu duidelijk bij de inheemse en de Marons, om macht te hebben, macht over grond. Want nono de, alles aan de macht die nono naar grond. Geld, grond, hebzucht. Naar alle de sandati. En dat is heel lastig. Dank u wel. Ik moet zeggen, het dwarsboom, een heleboel. Het is machtsmisbruik. En mijn hoop en mijn actie, Gramanta Kogodoro, ligt van met Mofo. Hoeveel jaren geleden? Vanaf de jaren 90. Naar de eerste Grand Cru toe. Ombe met Mofo naar de Ingi. Kom ik aan Mofo Godoro. Want daarom, daaruit zijn de vonnissen gekomen doordat we die eenheid hebben gehad om te vechten voor onze rechten. Mooi. Dus Kogo Doro Grama met de inheemse. Ik zie dat de verklaringen zijn getekend en het was ook ondersteund door de Maron. Maar we gaan door voor Fethi Afethi DC, want alleen in de Naoussee. En we moeten niet bang zijn en we moeten allemaal ons best doen voor Fit Afiti DC. Dank u wel. En het kan niet. Het kan zo niet doorgaan. Het kan niet dat mensen van het buitenland meer rechten hebben dan de inwoners van dit land. Nee, dat kan niet. Het kan niet. Het kan gewoon niet. Omwille van de tijd, mevrouw Vriesa. Het kan gewoon niet. Ik begrijp die mensen. Well, ik ja, weet. We moeten referendum hebben. Ja. Dus dan denk ik in mezelf, wat gebeurt er in dit land? Dat zijn deze mensen echt inderdaad ziek, sorry dat ik het zo moet zeggen. Maar want er is ook toen mijn achtergrama en dat naar Mifiri ook toe, dat is mijn laatste one. Ja. Om mijn politieke partij komt, dat is dat ja, we gaan onze grondrechten regelen. En mijn takken, het is wel lezen, no one politieke partij ook kan tegen mij, ik van dit jaar zo in die vrouw, ook kan tegen mij dat ik heb jouw grondrechten gegeven. Dat bestaat niet. Dus we moeten niet gaan zeggen van ai, me wacht die politieke partij A, B of C voor gimme grondletti. En dat nog kan, we hebben het al. Na een politieke wil we zoeken. Dus maar zou ik ons doen aan UNO, na Tafra voetak, oké, hoe gaan we het doen? Om in harmonie met onze wetten, in harmonie met onze grondwet. Voor Luku Fouka zitten wat mooi zijn in onze strefie. Dank u. Maar als een politieke wil nog deel van de man ja, zo nou is zo de machtig, dan gaat het niet lukken. Nee. Dan niet is dat niet, go lief denk, maar we gaan onze rechten internationaal zoeken zoals we het in 2004, 2008, het heeft ons 8 jaar geduurd, maar we gaan het doen. Dank en u we wel. We moeten strijden, want we hebben dat recht aan onze kant. Dank dat u wel. Dat we want tegen drama en we want achter in Taki. Kogodoro,
Aleti dena usi en we gaan doorstrijden. Dank u wel, mevrouw Vreedzaam. Dank u. Ja. Dank u wel, mevrouw Vreedzaam. Gramang, het is niet mis wat mevrouw Vreedzaam u vraagt en wat ze tegen u zegt. Voordat u reageert, Gramang, ik moet u erop wijzen, de tijd. De tijd is onze vijand, want zometeen worden we onderbroken door het nieuws en de reclame. Maar dan komen we weer terug bij u. Dan kunt u ondertussen een glaasje water drinken en eventjes tot uzelf komen voordat u reageert straks over een paar minuten op datgene wat mevrouw Vreedzaam even zegt. Maar laten we kijken als we nog een andere beller onder de knop hebben. Beller, bent u er? Beller, bent u er? Dit is Maart Radio Internationaal. Meneer Isaias, deze beller is weg. U had ook wat op uw wat noten op uw zang, hè? Als eerste wil ik de Gramang groeten. Gramang Aboy Koning. Mina Errol Isaias, man, mongo piki me bari, want bij jou dan respect je. Ja, Jari, dank je. En mijn bari, vrouw Vreedzaam Lachner, bij mij ook toe, Odi. Mijn hoop taki, mijn Gramang Arki, samen vrouw Vreedzaam taki. Want samen vrouw Vreedzaam taki. Na Buntori, Gramang, maar wat ik moro laat die, want Aniu Soko. Aniu Soko. Gramang, na okay. Alles, yeah. We hebben die permissie, we gaan naar nieuws en baka dat die we kan Gramang baka. Oké, okay, is goed. Oké, okay, tot zo. Bellers, yeah. Ik zie dat u belt, de telefoon, toen ik u geroepen heb om te bellen, belde u niet. Dus nu worden we door het nieuws onderbroken. Straks mag u weer bellen en dan nemen wij u zeker op. De Gramang gaat zo, de mijn broka telefoon ook. De Gramang gaat eventjes wat drinken en wij gaan even een muziek afdraaien. En we komen zo bij u terug. We gaan in de tijd met de Merryman Big Bamboo. What should I do to make her happy and make love true? You said the only thing that I want from you is a little piece of the big bamboo. She wanted big bamboo, bamboo. Coconut. He said I'd like it, it's okay, but the only thing that worries me, what good are the nuts without the tree? She want a big bamboo, bamboo. Banana plant. She said, I like it, it's elegant. You must not let it go to waste. It is much too soft to suit my taste. I want a big bamboo, bamboo. Jamaican gal, she said to me, it is Byron Lee's anniversary. 50 years is a long, long time. That man still know how to jam and wine with you. Big, big bamboo. Working for the Yankee Dog.
know everybody. Money in Iran is a young dollar bill. A Chinese man called Dick Hong Lu. He got married, went to Mexico. His wife divorced him very quick. She want bamboo and not chopsticks. She want a big, big bamboo. Mi kumi you. Mi kumi kumi tiasinei well you. Aki mika, atu kamne mainge. Welu kwa kota kai mitwalfu ya yu kaungama Uo mitufino Mfaidu kwa niso Ameidaino Ikai misi pali uwata Ikai misi leki fumatu Ikai mi woki ugandae Iso nina bunu itakai mifumi dede Weki yo maude de vika luku waka Meni liyo meye ikafafi usai loki yo chika Welu kwe yujua fobos loku buka bakulu futu Nakimyo Sanofi ye Nakimyo Sanofi ye Nakimye Sanofi ye Unu nakimyo Na la la mie Na la mie Obio na la la mie Na la mie Na siki mio Na la mie Eto na disa mie Na la mie Krr krr Allo mounet telefon baka lonto abese Kay madame fini Ale telefon bali kino Yo payenai Kino, yo bye and I. Hello, Mune, telephone back along to a place. Time, Madame Fini, Ale, telephone bali, kino. Yo bye and I. Kino. Mama kino, yo bayenda. Mama krr, hello, munei telefon bakalon to abese. Kai madame fini, ale telefon bali kino, yo bayenda. Mama kino, yo bayenda. Bye.
Adulobi, patalo salon tu konde. Bayo bayo, patalo salon tu busu. Bayo bayo, ay mama bayo bayo. Bayo bayo, ay mama bayo bayo. Bayo bayo, adulobi, patalo salon tu konde. Bayo bayo, ay mama adulo dialobi konde. Bayo bayo, ay mama patalo salon tu busu. Bayo bayo, bayo bayo. Alamati de ape. Kidondo, kidondo. De kami boogie boyo. Kidondo, kidondo. Sambe libiso. Kidondo, kidondo. Langa libia de aso. Kidondo, kidondo. De kami wakta mae. Kidondo, kidondo. De kami moni mao. Oh, no, no.
Goed, lieve luisteraars, dit is de man met de gouden stem uit Suriname, Max Nijman, met het nummer Katibo in de lijn van de gesprekken die we vandaag voeren in dit jaar, het jaar van 160 jaar, 150 jaar, zo u wilt, afschaffen slavernij in Suriname. En deze maand, de Kitikoti maand in Nederland, hopelijk waait het overal naartoe. We praten met het groot opperhoofd der Sarmakaners, de wel edel gestrenge heer Albert Aboikoni. En lieve luisteraars, dankjewel Haman. Je wordt boos, ik moet je naam niet noemen. Het volgende nummer straks zullen we Sarafina End Song, oftewel, als je mij een vingertje wijst, dat gaan we straks afdraaien allemaal. Errol, hoe voel jij je? We maken contact met Suriname weer. Ik voel me prettig en ik wil iedereen bedanken. Mooi. Die achter Markt Internationaal staat. Mooi zo. Vooral de universiteit. Street Lady. Anita Jorks. Kijk eens aan. Groetjes vanuit Markt Studio. Groetjes mevrouw Anita Jorku. En langs deze weg wil ik ook mevrouw Jennifer Simons veel sterkte toewensen. Gecondoleerd ook namens Markt Internationaal met het heengaan van haar schoonzoon. Schoonzoon? Schoonzoon, ja. Oh, wat lastig. Tante Jenny, Krakti, Lobby. Okay. Ja, dankjewel. We hebben een paar mensen onder de knop. Even kijken wie deze is. De Gramang, die hebben we ondertussen ook al bereikt. De Gramang die luistert mee. Die is ook onder de knop. Laten we kijken wie deze beller is. En na deze beller schakelen we weer over naar de Gramang. Mevrouw Simons, gecondoleerd. Het sterkte. Beller, bedankt voor het geduld. U bent in de uitzending. Dit is Maart Radio Internationaal. Goedenavond. Goedenavond, heer Ra. Ik heb een vraag rechtstreeks aan de Gramma. Gramma, ook een hartelijk welkom in Nederland met uw stem. Hey, een zo kracht in zo lobby, wat mis heeft naar mogen boy toe te zijn. Weet het bij iedereen wat mooi pokussen net, Max Nijman. En toevallig met een lekker abrasief van man dat hij daar is. Dat met de crossbay. Of ik het kot kalibabra. Beda ook al konden en zo met Guasamaka konden bego. Even go koe die dat pe. Alasan bedu dat zee. Maar terugkomen op mijn vraag, Sammy, of Sammy was, leg Agrama uit. Misschien heeft hij er geen oog op, of misschien heeft hij het al gezien. Grama, hier, Sammy Efiri, Liki Mongo Boy, Wamchifuka Dao Mindri, Wala Mala, Ondro A Blaka Libis Mafsa, Welea Libi da Pinsen Nang. Oog moto, na kan de 60 Sebi Presi. In Afrika ja. Ook moto. Na sebi verschillende fonkru kom moxi ka wang sa de wetman troet op wan IP di unus revi. A Hindustani alamala muta karkata na wan topo de taki de verstandes revi. A Japanese moto in wan sifu en sani Indonesia na wan IP den konjaso wan dolpu den tek den Jacopo Jadus de verstande srevi. Asnisi na srevi. Ma unu wang na sibi of IT folk group ka wang sa de ma droeta wa ipi. En alamala ap wan tra denki. Dus meki ye kisi afuka na omindri fu unu ma verstau srevi. Asandati fos un probeer bigi los op fosi fos uman takanga u srevi. Wat if yabi tis ma big bota mongo amasa kota para apuan tradenki amasa kota koroni apuan tradenki alasma apuan tradenki na moksi uns moksika wan do takan osre fosi fos u kan versta osrevi fos ikamek wan bigi kofi ikameki ma solek fa we fet nonu a kofu dat noit noko ma graman fai praxer fa todisi fu u kan lose op. Mooi. Zie me a piki dati, dan mes de ati morofara. Mooi. Maar voor zin saka telefoon, wo bedi evi kataki ne, want grama moussa banga soumai, ta ganga la respect. Kataki Stu. Oh, Stu, oké, okay, uit Suriname. Dankjewel, Stu. Abu, oké. Oké. Grama, adjes, ete wansma dena a konkruteiko, arti fosi di piti, en ala respect, souma na disi. Maart Radio, even harte goedenavond. Maart Radio Internationale, bent in de uitzending. Goedenavond, Ra. Goedenavond, meneer Esaias. Goedenavond, luisteraars.
Kondemasa Udeso Basia Sheila Henta Fankuyaki. Udeso Basia Udeso Udeso Udeso. Mi waifu kata ye isteng. No age kuma isinoleti amba nyano ata gomi hedi za so. Gantan isi. Gantan isi. Mianso ni uhaki siye mamole kidi fanfi hekai kumi hemta amyo bel. Ok. Abunu gantan isi. Ya, nom yo hai kago to no ita wanse wanse. Oke, abunu. Ja. Ja. Ik ben met stomheid geslagen. Dank u wel. Ik blijf op luisteren. Wat een verrassing. Dank u wel. Basha no? Basha? Basha Shaila. Basha Shaila. Gaan tangi vie. Zo, dat is zo taki. Gaman? Zo. Ja. Miati jompo tintron. Mati jompo tintron breti te na pisi disi maga ma ubede pe ibe di abodoi en uyere taki trasma oktu in alibi makandra fu nu di sane dangra den fu afasifa ya sane gojunu naini sa nan konde ibe takwan pis fa a pis dati. Maar yes. Uw Cantabra, John Snode, go naar een trappistory van Dangra Grand Tapu. Dat na tori voor missie als Awini. Ja, ja. Maar voor zo'n gonapis dat je daar dia okasi voor pichi tapu den de opmerkingen naar de Sandiere John Snode. Zo. Mi taki desma van Belkon Grand Tangi, voor den. Kaka fesi ala mala na tori sande tru lek fa de jaran jaran kasi si mo fro exam atak hele mal ba unaf broke moro nei moi aha if wilek libis masa abi wan krin first time musma e praxer ete efu de in heimse Ubegwen kade ingi. San wikonsija. San naden ben de jak bafos den bakrakon. Naden abapis dot disi. Da tanga nou. Suma de in srana ete. Etaki. Srana na wa enheid sta da unoma koten prati. En naf dat ete. Den ingi san abapresi nomak fenreti. Pede libi. Da sa mustak moro. Dat betekent dat als man sangos don na atiri bangi fusra na kondre, en van stand noma overstijg a onvolkomen heide of de onvolkomen heide sa atiri fu a kondre abis. Ja. Yeah. Dus, so san skrivi na buku, ta lezen, ta doro wan punt, da a stop. Anoma gomoro fara nanga enschrijf denki voor a begrijp tak na sma beskrif den san pot drape. Ja. En a besa kantak di den sma skrif den san pot drape, den o skrif en nanga wan takru denki, mana te so fara den denki begi den apisten fu grontapu. Dus if you kon den know that you no kan barup yu srefi tapu wan sani san skrifi, anoti de a skrifi, a beskrifi umen ondo yada fesik ba. You no kan bang roep you slep tap en if asan dat no boom. Na you tak fu you must poten fa must de. Dus na den ingi abakondre ano trasma na den aben. Den bakra ben fu furu en. Ja. Fu den anu. Ja. Ma no u de we libi in one trating. Dus make den skrifi in den book of den. No yeah. No in srana kondre. So. Make den go skrifi en taki so. Na den ingi abisrana ano trasma. So. Because. Na dat den skrifi. En den ingi. Then in himse, then attack make all of them transmas and not the in himse go back. Then attack that it. Then taki a piece of the abi ete, make them libi a piece that giding at ranga first time. Graman, no make you ati broma, Archie Graman, one tori say tak doya so no de oak to asan adjesi a list of the papira of me jaso mim kom pasopanga Graman, want at adesan di desma skrif dim jala malaye taki, want dema taki
een grondig vraagstuk van de Moesgona Constitutioneel Hof. Maar wacht hier, Graman. En alle respect. Wat ben je aan het concreteren? Hoe lang heb je... Ja. Pardon. Goedenavond. U bent in de uitzending Maat Radio Internationaal. Goedenavond, meneer Ra. Meneer Jerry. Jerry uit Spanje. Uit Spanje. Goedendag, meneer... Graman Aboykoni. Graman. Meneer Aboykoni, de Graman Aboykoni. Alle respect naar u toe. Maar wat ik u hoor zeggen, is een separatistisch denken. Dat is niet mogelijk in Suriname op dit moment. Omdat andere rechten van andere volkeren al bijvoorbeeld in het geding gaan komen. En als u refereert naar een overeenkomst die u heeft gesloten met de kolonisten, dan kan het nooit zo zijn dat de kolonisten u het hele Surinaamse grondgebied heeft gegeven. Dat klopt niet. U bent een trekkend volk. U gaat van hier naar daar. Van zus naar zo. En nu komt het. U gaat nu een gebied claimen die van exceptionele waarde is voor de Surinaamse Republiek. Daar zitten rijkdommen voor het land. Dat zouden wij nooit aan u kunnen overdragen. Dat is niet mogelijk. Een andere oplossing dat ik aan u zou willen geven, aan alle respect naar u toe, zoekt u een ander gebied. Suriname is 7 keer zo groot als Nederland. Er is genoeg ruimte dat u kunt exerceren waar u zo vurig op hoopt. Maar, er is één maar bij, meneer de Grama. U kunt nooit boven het Surinaamse gezag opereren. Geen enkel gezag zou dat kunnen doen. Nee. Dat is niet mogelijk. Okay. Met alle respect naar u toe. Uh-huh. En ik heb gehoord dat er wetten zijn dat u naar internationale gerechtshoven zijn gegaan, bent geweest. Maar die vonnissen kunnen nooit, zal de Surinaamse regering nooit uitvoeren in de manier waarop u dat voorstelt. Okay. Dat is niet mogelijk. Okay. Grondrechten ben ik voor. Ja. Maar niet in de manier en mate die u voorstelt. Ja. Met alles naar u toe. Dank u wel, Jerry. We gaan de Graman de gelegenheid geven om antwoord te geven. Persoonlijk naar mij toe, is het een oorlogsverklaring wat je nu hebt neergelegd? Het is een absolute oorlogsverklaring. Voor mij, nee Jerry, voor mij. Maar ik ga maar uit respect voor de Graman zal ik niet zeggen... Want Jerry. Ik hou van je. Je komt goed beslagen thuis, maar voor mij is dit een oorlogsverklaring. Maar ik laat de Graman eventjes aan laat de Graman met alle respect hierop reageren als hij dat wil. Graman? Ja, Graman, jij. Ik denk dat ik ook gevoel me. Een steek zijn takken. Me begrijp. Zijn jou een praxeer. En apraxie is naar jou, Abi. Dat maakt je tranakondre nummer kaas. Als een praxie dat je boem voor is met Abi in vrienden. Dus. Desmaza e praxie relaxait aan een kaas. De noden in staat. Voor begrijp taki. Want trust me, mak abreti lek fayu abi. Dus if you abreti ba, da alasan city. Trust me no mak abreti moro. Dat na adenki san yu e propake. San mitaki, minotak demus gisra makanas reti da de kota apis doti puru. Pusra nang, ano dat mi taki. Minotak demus giden ingireti da de no giden transmareti. Ano dat mi dat, ano dat mi taki. Ma fayu ekeren hut no. Taki transma sankong na akondre pede ingi elibi. Abi eigen doms gronde. Da de ingi sambe abagrono abi. Dus. Yo lek libis ma lek waman nengre sa abi king na nga grand king. Yo nefir noang kweetens wuruken
Hoe kan denk je zo aan fasie? Dus if you abi of masanda is say abi dat den trust masanda geert you of den trust masanda praxeert taki alles moest abreti pe en begis ma ben abi dat den hij denk boem volgens you. En a praxeert taki nooit au kan. Nou, een praxeer is maar zo'n normaal oversteek zijn trasmalerio. Dus als je gaat scoren bangi, sorry taki, tanga zet, de letter nog staat moro in een grondtapu. Dat als je gaat trak onder, dat is je wat teken, dat een taak dat nou een letter, dat je taak aan het true. Ja. Yeah. En mok graman graman na anga ala respecte mo beji pa primisif koti mo fo ifo mo beji ala desma sai bel kona programa disi a momenti disi te grama Albert aboy koni dena wortu if there were accent wants any of taknangen fu betracht het benodigde respect. Ook al woon je al 100 miljoen jaar in Europa, je bent een Surinamer, dus we gaan de graman niet terecht wijzen. We gaan de Gramang dingen vragen of we gaan onze mening neerleggen, maar we gaan de Gramang zeker niet terechtwijzen. Gramang, u gaat door, u mag doorgaan en maar, Jerry luistert verder. Of Jerry wil wat zeggen? Nee, ja, Met me rond af. Mijn ideologie is gebaseerd op feiten. En dat Sami baseert mijn ideologie dat na. De metek mi begis ma chakon keti jabe orokolek strafu. Keti. De be keti den. In a keti gado be verlusten puru. Dus asem gado san be verlus mi begis ma puru et akatibo. Asem gado dat elibete. En na so alfo las unu baka. Poor at ahead and dark catibo. If you every be of your neighbor be, you all see and your daily be see taki a control. Okay, that's Yama. Is that it now? Yeah, that is it. Me no abi furo ko nanga Sanskrit in Abuku. What every be every biggest ma be musu furo ko nanga San dem bakara be script pot na buku da tanga ti desleti. No, I'm black as my back, my bonus rafu. Ja, nee, maar met alle respect aan u. Meneer, voordat ik begin, hè, meneer Ra. Ja. Ik hoop niet dat ik meneer de Gram Aboukouni heb beledigd. Nee. Dat is niet mijn bedoeling, hè. Nee, oké, okay, dank u wel. Ik praat met alle respect naar de Gram aan toe. Dank je. Alles. Nee, maar je was net... Ik geef alleen een scherpe mening, omdat dit een ernstige... geval is voor Suriname. Zo is dat. Dus ik probeer de scherp. Wat meneer Aboukouni predikt is een separatistische gedeelte. En dat is gevaarlijk. Nee, helemaal niet. Helemaal niet, Jerry. Helemaal geen separatistische gedachtegang. Nee, juist niet. Want het als is een gedachtegang waarbij alle Surinamers hun deel waarop ze recht hebben moeten krijgen. Hun deel waarop ze recht hebben, moet veilig gesteld worden door een centraal gezag. Dan pas is het al goed gezag. Ja, maar dat is niet mogelijk. Dus, you ask me that, omdat go to DP in Elibi, ja. Go to DP in Saramakanas Elibi, dat hem zoek want rapresif Freus Golibi. Dus, Freus ik moet uit a go to, dat a go to da Golibi na modder. Dat je het eigenlijk niet. Dat je moet gewoon niet op go to. Want zomaar je ook een kolibit op go to. Ga tangi figa man. Ga tangi. Ja. Geweldig. Nee, dat gaat het centraal gezag beslissen. Nee. Oké. Okay. Het centraal gezag bestaat niet. Nou, dit is maar even donderappen. Dat je moet begrijpen dat het centraal gezag. En dan was man zijn gado met poti drapé. Na minanga yu, ego texturu drapé voor contact is aan Abi, aan Wani. En te yu stond drapé eenmaal, dat yu emeki abekrompen, denk je van de in yu edelekisma, prefareel. Je vergeet het dat je straks mij liep in de grond op let yu do. Yu emeki yu slet die bepaalde rechter, zijn yu edelekina gado gi yu eng, maar gado no giden trouwen.
Ik respecteer u, u gaat mij verstaan, niet bekrompen noemen. Als mensen met intelligentie... Meneer Jerry... Moet u niet doen. Okay, Ik hoef het niet bekrompen te noemen, maar het klopt niet met het normale. Okay. Dat is een ander verhaal. Met alle respect, Jerry, met alle respect, Grama, met alle respect. Jerry, vind je het goed als we laten... we zijn bellers in de... Dank je vriendelijk. Dank je, Jerry. Ja? Ja. Is goed. Dank je voor uw tijd, hoor. Ja. Goeiedag. En meneer Graman, u ook. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dat we zo open met elkaar hebben kunnen communiceren. Ja, ik ben niet boos. Ja? Ik ben van nature zo. Als ik praat, moet ik luid praten. Iedereen moet weten wat ik zeg. Ik ben niet iemand die bang bent om mijn mening te ventileren. Manege Sefi. Dank u wel. Dank u wel. Zo is Jerry. Ik heb helemaal niet tegen u hoe je het hebt gebracht. Het is juist goed. Want er zijn zoveel mensen die zo denken en erger denken zoals u. En dan hebben ze ook de boodschap gehoord. Daarom heb ik het zo krachtig naar buiten gebracht. Oh, wow. Dan accepteer ik dat. Ik begrijp u. Dank u wel. Oké, Jerry. Dank u wel. Ik hoef niet te wachten totdat anderen mij moet komen uitleggen hoe ze het vinden dat wij moeten leven. Wij hebben recht. Jereno Brada. Ja, met Archie. Deze man zou echt denk ik vijf jaar in contract hebben. Met de botting die ik den bakker naar bakker in contract heb, de noemen en zo. Dan met de collega alle dingen er zijn met de computer na. Dan de jaren op praat bakker naar de contract Afrika per de poeding. Oké, dank u Graman, Mahala respecti Jerry, dank u wel. Jerry, ik laat een andere beller even aan het woord. Dank u wel, blijf luisteren en reageren natuurlijk. Zal ik zeker doen. Dank je wel. Dank je wel. Oké, Jerry, dank je. Dag. Beller, bedankt voor het geduld. Neemt u me niet kwalijk. U bent in de uitzending. Ja, ik ben Stu. Ik had me vraag gesteld, hè. En ik heb wat voor die Graman gedeponeerd daar. En ik wilde weten wat hij ervan denkt. Want kijk, nu is hij weer in conclave gegaan met de vorige beller. En zie je, dat is het stukje wat ik naar voren wilde brengen om te zien... En te bewijzen dat vele mensen uit vele verschillende volkeren bestaan. En op één hoop zijn gegooid. En elkaar dus, het is de Babylonische taal dat wij nou met elkaar hebben, toch? Grama is daar. Ja. Grama moet het gezag nou gaan uitvoeren. Om ons allemaal op één lijn te kunnen brengen, toch? Oké. De Grama vraagt u aandacht. Ik heb een antwoord klaar voor u. Ja. Als we dan iets aan moest doen, je otaigimi, zijn je feni over een situatie voor black asma israna, if abu, of anobu. Anobu. Oké, anobu, maar een oplossing model. Ja, dat is mijn arki. Oké, dat mi otaigiu if mi vindak abu of anobu. Atrama otaigiu if a vindak abu of anobu. Dus if alasma de no dat actie van vraagtak, alle blakkers maar in zijn la fentaki a positief ding, en onze huidige regering die ding, a positief zijn de abi vanwege a startbestel voor zijn la if a boom. Dat if alasma tak nee. Uno de tevreden aan Obu. En hij beantwoord naar een ideologische aspiratie voor Willek Nengere. De oplossingmodel de taki. Een groep voor Nengere zijn de Instrana. Een biggie sari voor een huidige wetgeving voor Srana moest hoorrekening naar een ding. Want tegen een hoorrekening naar een ding. Maar de hoorrekening wel. Nanga den trawang dat u etagi mitaki het is rechtvaardig. Ja. Ano rechtvaardig. Nee. Want maar, probeer taki. Jos. Ano rechtvaardig. Ja. Want die mitaki a Hindustani alamala buta kakata. Na waipi den pudding. Ja. De verstande srefi. Ja. As nisi na in waipi den pudding. Mm-hmm. De verstande srefi. Maar alleen uno. De Mapuru, Upanya, ja. Steven, verschillende volkeren, de Mapuru. Atru. Otreo, tap, waipi. Okay. Dus dan, moesten we proberen, verstaan, hoe schreef je,
voorzien hoe kan men contact over onze regering. We hebben 7 verschillende konden, man, maar allemaal aan blakken, toch? Maar allemaal van tradenki. Dus ons proberen nu, dus dat met mijn praxerie, dat hoeft niet zo te zijn, maar mijn praxerie, we moeten kiezen hoe ze dat alleen voor kan onderhandelen naar een alle trasma. Santina Kondre. Oké. Ik wil even eten, meneer Tengel. Oh, ja, grandma. Ik wil even eten. Ja, grandma. Look, we tak two verschillende Sani. Ja. Oké. Sami etaki, mine etaki over het dagelijkse bestuur voor Santina Kondre. En ook daarover mi etaki. Dat na de politieke partijen aan de andere maak moest doen dat. Sami etaki, dat na afzijt taki den bakra kotek mi bigisma poor na Afrika takon da. Den oma chami go baka. Egi mi a rek taki mi mus fenu a presi futang. Mi no mus bayeng. Mi no mus bayeng wa dime beda Afrika. Mi no bo bay presi drapi. Na drape gado de mek mi put it back. That true. Well no. Dus if you a denki so, da a no trenga fu kenki de wet fusra na tok. Nee, mi no ken ki no wet mi wani arasa waka boom. Ma alleen met tak ina a sena kultura, afro kultura. Mi begrijp, ma dati mu set fosi. Verschillende kulturu troe tap waipi. Sivi verschillende blakamande po tap waipi. En daarom de bruya ina sena a blaka kulturu we kisi. Daarom ya be. Ma ki tak kande yi apuan kipis denki. Fa ukan komoksi wale kwa ya samaka atama auka atama ya soda na fasikilelo grupu ma fa ufasita usirefi uka foro wa inait ok Jos danke wel umhori motivasi sessies na ala den libi makandra pe afro sranama e libi so en anofu go hori sessie tegen trabbevolkingsgroepen. Mooi zo. En dat na apraxerie. Apraxerie dat die jom zet jom schrijfie voor ook toe je kan participeren op een boomfasie in die nationale gebeuren. Ja. Maar dat op een basis is in een basis dat we zien zet je schrijf, je nou man participeren, want dat zijn je potje voor toe lekker, want stof voor toe voor poesgaat. Je nou, ik ben toch. In een grip. You know, aben, want them biggest mouth you pay to adopt you. Maar dan, aben, daar over gaat het. Maar dan trouwens, dan kon later. Dan zullen we pay. Maar de abi toch? Ja. Graman, wabi want to beller, en des ma actie voor draai want pokus pesuru to di you, en dan pokus voor poppen, nanga en voor blakka booba. Maar, nanga premissief graman, dat we actie de to beller, die si archi den, dat baka dat die, if a kang, want taka asa wini torete, dan usadraya poku makanda, no leuk, mako arti den to beller dis nanga you permissie graman. Vindt u dat goed? Jawel. Oké. Okay. Beller, bedankt voor het geduld. U bent in de uitzending. Dit is Maart Radio Internationaal. Zegt u het maar. Ja, goedemorgen, goedenavond. Dank u. Graman. En Radio Maart, nanga de Arkiman. Mie Arki... den tori boom. Sami wantaki, een hercontract die den kolonisten sluit nanga den buskondreman. Of we lezen in een boek voor Domini, dan nooit de man kon een contract na tenou ete nanga den sma fu abusi. Dan saptaki, die den srafu die befeta feti mopa foto. Den belowe gwena busei, saptaki de mankaren logistiek, na den fura logistiek abbegeleiden, fu den Afrikaan ben kan de peden de nou. Het is een feit waar we niet over kunnen reden twisten. En want trasani, saptaki antropologisch, den echte volk, den makweki dem ting kweki, vanaf dem tiwan konten bingwan nga den kulturu. Ma net sa gramantaki, udoro dape nga ala sotu sma uit Afrika. Mino sape mikmopo, kande gramans refka, mne pengal no sabi, sami tak altijd, ala de regering du bem abdi. Bem onderzoek of met antropologe onderzoek,
pech ook maar uit vijf de groep ik ben jera cultuur dem dat dat ik ben gomek wat raakvlak dat wan taki ik gomek wat regel voor alle den cultuur die bosi a beweging minder un blaka wambo gomoro fara en na standaard e ombre u panyan voor wat betreft a cultuur uno kona wans maar de hendu staan alle den tramanen weet ik moponin. Klopt, dank u wel. Dat me bewantakie. Grantani, dat gramma mee naartoe. Dat me verstand dat gramma takie. Dank u wel. De volgende beller. Beller, oh, die is weg. Oké, geen bellers voorlopig meer. Gramang, u bent aan het woord. Jawel. Dus, de laatste bigiman van takie drap is. Nou, een retitori atakie. Maar jere no, mijn bigisman zorg niet takie. Tee me kwam boto dat taie na lampe. Dan was ma contact you boto ongevraagd dat gwena nga en ta charen ko efa no tayen te go si you boto you nom taki mo libe meka gweda mo soren te meeting. You mwash you boto dai tayen sani wante you boto gwe you know ma kira man en om dat anoma meki daro ma contact with you dos you msabi taki anowans man sandoro manengere anes abo aben boto nga en pari. Dus if blakasma instrana sani ne wakabung. Da mina wan grama fun waf den long sambe go as esta ina busi. Mine wakti fusma kontaigi mitak luku no you come sa nowhere boom. Misref mu sab taki mi mus opos na puda meg muiti nanga dentra lot kon out of me. Dentra African sambe instrana. En temo meka muiti minam no wan trobi nanga wan no wan enkri transman sang olibi instrana. Yeah. Then call Libby. Me konja fusrafu. Dus na mireti me sukuf mi kan Libby frey. Mi na trobi if you lobe of you no lobe. And they hinder me. Ma if we must live in Makandra. If we must live in Makandra. That teme suku mireti. That ye push you futu fu kontab mi pasi. That na dat na aso efer fasi fu live in Makandra. Yeah. That ye ta imi taki Suriname is a nasi. That fayos fayo fa. Fayo let me attack was saying a nasi. That teme taki, mi mus fen mi rector. That you attacki anomang want in a buku anos krivi tak mi mak feni. Does mi mus tanli be like meti? Na dat ye taki. Te etagi mi tak anos krivi in a buku. Does if one sani no skrivi in a buku da, you first stand no man sabi if a bu of anobu. Okay. Gramang, wabi ete to beller, dus omwille van de tijd, want a jure long, nang e primisi wo mek de beller dis aksi de chatu aksi fden, dan dai aba a okasi pichit ap de aksi disi. Akkoord? Zeker. Mooi zo. Beller, u bent in de uitzending, dit is Maat Radio Internationaal. Kort. Ja, goedenavond, heren daar. Dank u. Kuneti Gramang, vanuit Holland, met Bari wa Odi. Mi ap wa vraag ge Gramang. Ik zal het toevraag me denk ik. Gramang, ik zal me volgen nieuws. En ik wil God op bezoek eigenlijk naar Masra B. Maar ik bezoek dat nog door bij mijn gesprek. Voor ik zal me begrijpen, Masra AVP naar Masra B. De maat naar Okan, dat is mijn begrijping naar Gramang naar Samakan. Vaak verhouding de nood tussen de twee bevolkingsgroepen dat nu noemt, dat me was Sabi, want... Masra ana amoksi amang ana uit ana sani ana hebi kritik tapa mevrouw Asawina den de uitspraak sama do dat na ana anofti ana kleine uitspraak adopti uitspraak mi vraag sami aksi gramang in ka foto si ete kota ka ana menem amoksi ana nodig die uitlik dik bigi basi fu asal maka volk maar mocht het zo zijn dat i asak disi fu mevrouw Asawina Tango Sodoro, akan deso ina traditioneel gesag dat gramang aboy konika karwang kurutukong nangade ade sakma de stam omuhin fuk fongsare fongsa kulturu fasi fukang tekbusloy tataki fa wogomoro fara nangade tus nanga prachtige vraag. Dankjewel Dennis. Eindelijk was het spanning ook komi denki. Dennis, dankjewel. Mooie vraag.
Mooie vraag. Mooie vraag. Schitterende vraag. Ja. Dus bezoek meneer B. Het is niet doorgegaan. U heeft mij gebeld, grandma. Of nee, wacht. Bezoek meneer B. is niet doorgegaan. Waarom niet? En verhouding tussen het traditioneel gezag en de centrale regering. Hoe zit dat? Dank u wel, Dennis. Mooie vraag. Dank je. Blijf luisteren. Dank je. Maart Radio, bedankt voor het geduld. Heel snel, kort uw vraag en dan kan de graman erop ingaan. De vragen komen nu binnen, maar helaas, er is bijna geen tijd meer. Ja, ik ga heel kort zijn. Mm-hmm. En, deze vraag, wil ik even aan Jerry stellen. Het over een dat gaan we niet doen. Heeft dit over de hele Surinaamse bevolking? Of heeft dit over de vriendjes in de regering? Dank je wel. Sorry hoor, maar Gramang, goedenavond en welkom in Holland. En Gramang, doe zij moest doen. En tamboe. Dank je. Nee, maar Gramang is niet in Holland. Hij is in het binnenland van, van Suriname. Gramang, migado. Luisteraars, u moet straks niet gaan klagen dat ik u niet de ruimte heb gegeven. Nu belt u. Die telefoon gaat hier kapot. Maar ik kan u niet meer aan het woord laten. De Gramang gaat nu praten. Uit alle respect gaat hij de uitzending afsluiten. De volgende keer zullen we hem weer uitnodigen als hij daartoe bereid is. Maar nu gaan wij hem de gelegenheid geven om rustig alles te zeggen wat hij nu te zeggen heeft over de vragen die u gesteld heeft. Gramang, bezoek meneer B. Marinus B. Waarom is het niet doorgegaan? De eerste vraag. Tweede vraag. Ik had u die vraag in het begin van de uitzending al gesteld. De verhoudingen tussen het traditioneel gezag en de centrale regering. Kunt u een beetje kroet houden om dingen recht te krijgen? Eerste vraag. Bezoek Marinus B. Waarom niet? Ja, aan de ene kant, mevrouw Asawini, die was dus in feite al vertrokken richting Holland. En ik vond het dus nodig om af te wachten om de ware toedracht van zaken te horen waarom het zo is toegegaan. Want wij waren allemaal in het ongewisse. We gisteren maar, we wisten niet wat gebeurd was. Dus mijn bezoek zou gaan om opheldering te vragen. Maar eenmaal ze al weg was, dacht ik, oké, laat me niet meer haasten, want ze is al weg. En we gaan toch wel weten wat het probleem was. Dat is de reden waarom ik niet meer ben afgereisd. Mm-hmm. Zo. Maar het staat recht overeind dat het traditioneel gezag van de Saramakaner op dit niveau een gesprek zal aanvragen met het centraal gezag. Hoe meneer de minister van Justitie en Politie, meneer B, ze zijn allemaal Alkaners. Punt is dat ze niet hebben opgetreden à la Alkaanse model. Mm-hmm. Ja, dat moeten we wel duidelijk stellen. Ja. Ze hebben niet gewerkt zoals de Alkaners zouden werken. Dus ze zijn geen Alkaner. Huh. Ze zijn werknemers van het instituut staat. En wat ze daar hebben gedaan, moeten mensen zien als wat ik in feite heb bekritiseerd. Dat de regels van de staat Suriname niet in feite gebouwd zijn voor ten gunste van de mensen die in Suriname wonen. Het zijn regels die gemaakt zijn om mensen op een bepaalde manier te besturen. En daarmee uit. Oké. Gramang, ik heb een heleboel reactie. Uit de Nationale Assemblée heb ik reactie. Ik heb reactie van ministers. Nationale Assemblée. Ik heb reactie van advocaten. Van Dijk. Maar die vragen kan ik nu even niet stellen. Het verzoek is als... ik heb ook bellers onder de knop. Het verzoek is als u weer, als we een beroep op u doen, als u bereid bent om weer eens bij ons te komen, om dan opheldering te geven met betrekking tot de vragen die wij vanuit Suriname, vanuit de Nationale Assemblée hebben gekregen enzovoort.
ik hoop dat u daartoe bereid bent. Maar nu eventjes de bellers, want dat is nu op dit moment. Meneer Isaias? Ik wil wat vragen. Ja, meneer Isaias wil wat vragen. Grandma, dan haar respectie. Mevrouw Vreedzaam belt zo net. En daarmee is stel voor, ik heb het zinste aan dat u is, maar ik ben met mijn kinderen. Dat ik een committee de inheemse paraf unu. Meneer Marcel Oosburg, Sabi Fao, de Fono, de Fupot, een potje bij, een spa ondersteuning en kong. Maar Fagraman heeft een fascinatie. Dat ik een committee de ingi, voor jullie gaman, toch, een committee de ingi dan. Om ik een day, een jouw drie plezier, om ik een kandra. Mi da Holland de moeite alle facie voor ondersteun je, voor financieel, voor asandat gobo. Zeer zeker, me juichen toe en ade ook toe in a planning voor gomit de ingi brada, de inheemse brada. Omdat, tempe moest dete voor takip kinsotori. Na de ingi brada nanga sisa accommoder ala den bus nengre. De bus, oh god. Ina fet nanga den bakra. Na de accommoder wi, te ube siki, te ilongo ina busi, alef bot, na den e ontvang you dat de dress you ko betre. Me begins ma verter mi fa du kong tak amaronage slag en tai gimi. Dus a tori san we tak no. Na wa tori fu wisre file afro Surinaamse bevolking na nga den trasma in den tra bevolking skrupo sa abi wan bu ati musma Jepidensmassa e verveel openbare functies. Want deze heeft naam no one sanif do. Ze zijn gebonden aan handen en voeten. Want if de not do sa a papier attaki, betekent dat de nee do den wrokoboom. En de no man trafasi den verstand no man overstijg. Den de gebonden. Ze zijn gebonden letterlijk van den bigisma van de betijding. Na zo den san is aan de schriftpot in den boek tijden. Maar wie san den san is not tij, na wie moest tij giden tak luku no. De regels san schriftdrapes zijn mooi en wel, de schriftie boom, maar de no boom moro. Ook to in Nederland regels bede, san den schriftie tap papira tu. Maar drape de kenki den tok, den san no boom moro de kenki den tok. So is that? Well no. Dat, if you a propageer, dat je moet horen je schrijven naar wet en recht. Dat, je nou moet horen je schrijven, zo naar a wet zijn etai je, dat je vergeet die a reti zijn je abilek libisman. Je moet maar horen ook toe dat apis reti zijn a wet egi je. En a reti dat je, dat je, de a wet no boomoro, dat je moet kenki eng. Ja, asade. Ja. Graman. Nasade. No one afkati, no one rector, nee. Moest contact met taki. Het staat zo geschreven in een artikel zo van zo'n wet. Nee. Als dat no pumoro, dan met de kenking. Zo. Na de lerif wet. Dat die brada farnold bij actie mif actie yo. Grantani, Graman, wabi, tusma, teno demor, ten akba, ma wo be, desba di wakti langa, a enige sansa wo actie dan aftaigi odi, en dat we make a promise dat if Gramande na okasi wantralezi fu kombaka na unu, do usajide a okasi lek foswang fu aksi de aksi sade abi atapi de levre di Gramang. Akkoord Gramang, ide eens aan mi? Mide eens, brada. Grantani. Beller, ja. U heeft lang gewacht. U kunt de Gramang alleen maar groeten nu. Het spijt me, maar... Kan ik nu groeten? Ja, u kunt nou groeten. Oké. Gramang me bari bijo dan ala de speci me na brada Humphrey. Maar toch in 1 seconde nummer me wang die actie grama wang sani ik misschien wat advies ook toe. Tak fawa kan nga cohesie tussen asara makaner nga okaner. Misa wa yere dat tu tak adita pa agenda po. Po agramang. A cohesie asama werking a kona makandra. Dank u. Ook anders nga asara makaner. Dank u wel. Dank u wel brada Humphrey. Dank u wel. Maart Radio, goedendag. U kunt alleen maar groeten. Abu, Graman, ik heb brada jouw weet, dank je. Alleen maar groeten. Ja, mijn lobby, brada. Met Kitani, voor die wat ik aan jou nu,
Jereno, wasani mi wani tataki unu ko karuse bakaf lekare. Het spijt me, brada jou. Het spijt me. Gramang, nanga ala respecti ayuru kaba. Me anga saka fasi anga de gawan funu. Me kai den fu den kon kai bakadimi fu fum taki gantani fu dibe wande na unu tide. Ja, brada, pengel misref mitaki, dankie voor a okasie san, ik gimme voor mitaki in Mart Radio. If attaki no be shwiti gisman na yesi, we acti primisi, lek tiri man, you abib du asani lek fa amus du en ano shwiti gi alas man. Ma me kari alas ran na man, anatro bi pe yuk mopo. Ma, if we must libi, nanga makandra insranan da langa wa anuki atra wanta no ta da no tu that we axi want na ja libi nanga makandra and then srana masante in Nederland me axi de met de notaki we de in Nederland da un looking out suken joli dat maar uit in Suriname met de notak dati met de yepi fu srana kmo po uit a situasi san u deja. En voor Nanku, de bevolkingsgroepen zijn Epina. Zo. Winanga Desma, Okaner, Euroko, Ayurugweli. Na Akoheisi vorming. Mooi. Grantani, Grama, Ayurugweli Bunu. Maar me beli Jones no baka dan we koto amofo. Oké. Oké, Grama. Grantani. Ja. Abu. I dey be wipi wi de naki wangati u eri fakati bo wak mo boy kati one day one free woman one day one free man no waketi koti aketi kojo le chai wangaketi wipu anga wipi between nine boto de cha wi gwe go seri babi furo ko pranasi fu pranasi black abuba ma wi de. They chop mo po Africa ma we dey. Then Taiwan a keti, we puang a wipi. For 29 boto de cha we gwe go seri. Babi furo ko pranasi fu pranasi. Black a buba ma we dey. They chop mo po Africa ma we dey. Saman kisi primisi nanga seigi ni na libi. Diwe teri we tanteri. Suma eteri we sontena sonteni. And then I can de I give me sangona in patu this puno dry ete. We dance in a munkenki, we no kissing. Masragado sa we sa kissing na dungrum. We are no katibo. Then Taiwan a keti, Nakwan a wipi, lai we like meti, nin bigi sipi, but marka we bakananga boom bigi tiki, tai stona we futu do a liba e fusiki, to be wiki, so fudina we, kuba no beger sa tifte yo bome.